Ik heb voor dierverzorging gekozen omdat ik gek ben op dieren. Ja, het is eigenlijk was het altijd mijn hobby. Thuis heb ik ook zelf dieren, daar ben ik ook altijd mee bezig. Dus eigenlijk gewoon puur omdat ik het gewoon echt heel leuk vind om er de hele dag door mee bezig te zijn. Nou, ik weet dat ik in de derde klas kregen we een snuffelstage. En dat was een stage van 2 dagen. En dan was het om te kijken of je datgene leuk vond. En ik ben toen bij een kinderdagverblijf geweest. En toen ik thuis kwam vond ik dat helemaal niet leuk. En ja, ouders zien dat altijd aan kinderen. Je komt dan thuis en dan weet je moeder gewoon dat er iets niet leuk is of iets niet goed is. En die heeft toen gevraagd van, ja, wat wil je dan? Ja, ik wil heel graag met dieren werken. En daar heeft mijn moeder me gewoon heel erg mee geholpen. Ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is om te doen. Met je ouders te communiceren over wat je leuk vindt en wat je wil. En je plannen voor later, dat soort dingen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Op een stagebedrijf leer je hoe het is in de praktijk. En eigenlijk leer je alles wat je zelf wil leren. Dus als je aangeeft dat je iets wil leren, dan kan je dat leren op je stagebedrijf. Op stage is het meer dat je wordt gezien als gewoon een echte werknemer. En hier op school krijg je toch eerst je instructies. En wat je moet doen en hoe je dat moet doen. En dan ga je dat doen. En tussendoor kan je stoppen, kan je aan je docent vragen of je het goed doet. En dat is eigenlijk op een stagebedrijf is dat wat minder. Tijdens de praktijkles leer je hoe het vak in de werkelijkheid is. Dus hoe het is om het echt te doen. Kijk, ze heeft hier een soort, lijkt wel bloeduitstorting of zo. Ja. Wegknippen. En dan kun je pas zien wat er aan de hand is. Ik vond het heel leuk dat je naar een school gaat waar het dus meer volwassen met je wordt omgegaan. En ik vond het heel erg leuk dat ik echt ging leren wat ik wilde. Dus, ik krijg hier ook gewoon wiskunde en Engels en Nederlands. Maar ik leer nu wel naar de toekomst toe, dus naar mijn doel. En dat doe je op het VMBO niet echt. Daar leer je algemeen. En daar leer je wel hoe je dan die keuze moet maken om over te stappen. Maar als je hier dan eenmaal bent, dan ga je daar echt naartoe werken naar wat je nou echt wil. Dus dat vond ik wel heel erg leuk, die overstap. Ik ga na niveau 3 ga ik niveau 4 doen. Dat is management en dat ga ik doen omdat ik bij meer bedrijven kan je dan hoger opkomen. En daarna ga ik heel misschien nog het HBO doen, maar dat weet ik nog niet heel zeker. Het allerliefst wil ik eigenlijk wel een eigen kinderboerderij, maar dat heb je natuurlijk niet in 1, 2, 3 zomaar opgezet. Maar dat zou ik wel het allerliefste willen, een eigen kinderboerderij.